Kijk. Volgens mij is Jupiter best nog wel eens een baasje, jongens. Dit is wel heel erg nice. Dit had ik niet verwacht. What up YouTube? Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag gaan we verder met Pokémon Sun op de Nintendo 3DS. We zijn gevlogen naar Heia Heia City. En in Heia Heia City moeten we naar het Dimensional Research Lab. Dat is deze kant op. Volgens mij komen we er nu ongeveer. Ja, we moeten hier dan naartoe. Yes, go Nabby! Use Splash! Oh, weet je niet dat Splash gewoon niet zo'n goede aanval is? Lily. Hey, I was just acting like I was Rikachu. Ze doet ons na. You always seem to end up getting hurt, Nabby. So never really liked Pokémon trainers or thought that I would be one myself. Dus zij wil eigenlijk geen Pokémon trainer zijn. Maar nu begint ze er toch wel een beetje over te twijfelen. En Nabby is het daar... Ja, nou, die ziet ons en die is blij. Hey, Nabby. Alles goed, jongen? Alles goed? Hallo Lily, Rikachu, hello. I feel like it's been a while since we last met. Het is een tijdje geleden dat we elkaar hebben gezien. Dit is een laboratorium en hier studeren ze over dimensions. En de professor is waiting to meet you. Nou, dan gaan we daar eens naartoe. Ze vraagt hoe het gaat met onze trials en het was tough. Totem Lurantis was best wel vervelend. De Marowak Challenge, die viel we gelukkig wel mee. Ze vinden dat Magnemite het heel goed doet in ons team. En dan moeten we naar binnen, naar het Dimensional Research Lab. En dan gaan we naar binnen in het Dimensional Research Lab. En dan gaan we eens kijken wat de professor ons te vertellen heeft. Waar is onze professor? Ik denk dat we de lift moeten pakken naar boven. Yes, ben ik benieuwd hoeveel verdiepingen er zijn. Oh, bijna geen één. We gaan dus gelijk naar de goede verdieping, dus dat valt mee. Dan zal de professor hier ergens moeten zijn. Hey, professor Koekoei! Hey there, honey. Is dat zijn schatje? Is dat het schatje van professor Koekoei? Het is professor Burnett. She runs the Dimensional Research Lab. And she... Oh, she's also my wife. Dit is de vrouw van professor Koekoei. Professor Burnett. You are Rikachu, right? Lily told me about you. Oké, nou. 3 maanden geleden vond Burnett Lily op een strand. En Cosmog zat in haar tas. En Cosmog was bewusteloos. En Burnett vraagt zich af waar Hou is. En de professor Koekoei weet het eigenlijk ook niet. Maar hij heeft vertrouwen in Hou. Hij zegt Hou kan best wel een kahuna gaan worden. Oh, hier zou. You really think so? Ja, dat heeft hij natuurlijk gehoord. Hè. Dat is even een confidence boost, jongens, voor de Hou. En wat een verhaal allemaal. Ik wil eigenlijk de question of the day gaan beantwoorden, maar dit is best wel een lang verhaal. Het gaat over de mysteries van Alola. En dat is de Ultra Wormhole. Het is heel zeldzaam, maar soms is er een gat boven in de lucht van Alola. En dat leidt dan naar een onbekende dimensie. Nou, oké. En Cosmog laat ook nog even van zich horen. En er is ook al genoeg bewijs in de huidige Pokédex voor het bestaan van andere dimensions, zegt deze professor Burnett. Ze zegt normale Pokémon vallen soms mensen aan in het echt. Toch gewoon normale Pokémon. Maar de Pokémon die uit dat wormgat komen, dat zijn Ultra Beast. En die zijn nog even een tikkie erger volgens Burnett. En eigenlijk wat de Guardians van de eilanden hebben gedaan, is het vechten tegen deze Ultra Beast. Dat is een beetje het verhaal. Dat is een beetje de legende. En ik denk dat we hier wel genoeg hebben gepraat, zo ongeveer. Kijken of we nu nog met iedereen moeten praten. Ja, Lily, daar moeten we nog mee praten. Wil je weten wat er 3 maanden geleden is gebeurd? Ze wilde meer leren over Nabby. Cosmog bedoelt ze dus. Dus wilde ze praten met professor Burnett, maar ze was verdwaald. En toen vond ze zichzelf op de kust. Burnett heeft geluisterd naar mijn verhaal. En toen mocht ik bij professor Koekoei logeren. En nu helpt professor Burnett dus om Nabby te bestuderen. Nou, Lily zegt ze is net als een moeder voor mij. Dat is natuurlijk wel lief. Hallo. Nou, ze zegt van als je meer wil weten moet je maar even op de boekenplanken gaan kijken. Maar daar heb ik niet zo heel veel zin in. Ik denk dat we gewoon naar deze professor Koekoei moeten. Ja, yeah, how about that? How about that? Hij is heel erg benieuwd of de Ultra Beasts bestaan en welke moves ze kunnen gebruiken. We hebben de Akala Trials gehaald en nu is daar de grote match tegen Olivia, de kahuna van dit eiland. De Grand Trial. Burnett wenst ons geluk en Olivia's huis is net voorbij Diglett's Tunnel in Coconini City. Oh, maar daar is nog wel wat Team Skull als het goed is. Nou, prima. Oh, en Hou gaat ook naar de Diglett's Tunnel, dus ik denk dat dat onze volgende bestemming is. Let's
Go! En dan kan ik eindelijk gaan praten over de question of the day. En die komt van Ingrid SB. En die vraagt van welke Pokémon zou je eigenlijk thuis willen hebben? Dat vind ik best wel een leuke vraag. Ik hou van katten. Ik vind honden eigenlijk ook wel leuk. Maar die zijn soms zo druk. En die moet je natuurlijk altijd... Wat gebeurt hier? Die moet je altijd uitlaten. Dus daar moet je echt altijd maar tijd voor maken. Terwijl we iets hier in de lucht zien gebeuren. Ik weet niet wat het is. Oh, er was natuurlijk zo'n wormhole. Ja, dat zal zo'n wormhole geweest zijn. Nou, we moeten dus echt gaan uitkijken voor Ultra Beast. Hou, hey Rickachu. Ah, man. Ik wilde gewoon even gaan praten over de question of the day. Hou je mond. Hou. Juist. Toedeledokie, hou. Ik ben een kattenmens. Ik vind katten heel erg leuk. Ik heb ook 2 katten. Dus het zou best wel als een kat kunnen zijn. Dan kom je al snel uit bij Meowth. Maar Meowth vind ik niet echt een hele leuke kat. Tenminste, Meowth is nogal cool. Een beetje klunzig. Maar Persian is natuurlijk niet zo heel erg tof. Dan hebben we natuurlijk Purloin. Nou, die wil je ook niet als kat hebben. Vooral zijn evolutie wil je niet als kat hebben. En hier hebben we Olivia, denk ik. Volgens mij is dat Olivia. Yes, Rickachu, wasn't it? Er is echt veel gepraat weer deze aflevering, jongen. Deze cave, bla 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 bla. De Diglets, ja, oké. Okay, ja. Mogen we hier nu door? Ja, we mogen hier door. Als we door deze grot heen komen, mogen we gaan battelen met Olivia in Kokakini City of zoiets. Oké. Okay. Nou, prima. We gaan lekker door deze tunnel heen. En we moeten waarschijnlijk tegen heel veel Diglets gaan vechten. Dit bedoel ik dus. Ik hoop dat onze nieuwe Pokémon, Jupiter, dat die dus gewoon al goed genoeg is om al deze Diglets te verslaan. Kijk, want deze Diglett is level 20. En Jupiter is level 16. Dus dat is niet zo heel nice. En ja, kijk, dit gaat gewoon toch denk ik wel wat pijn doen. Wij doen Bubble Beam. Bam! Bubble Beam. Yes, oké. Hij is wel in één keer neer, dus dat is positief. Dat weten we dan, dat we de level 20 Diglets gewoon kunnen verslaan met Jupiter. Je hebt natuurlijk die andere kat die uiteindelijk heel erg dik wordt. Ik ben even de naam kwijt van hoe die kat heet. Dat is die grijze kat met die gedraaide staart. Ik ben even de naam kwijt. Oh ja, ik bedoel Glammeow natuurlijk. Die wil je ook niet als huisdier. Eigenlijk zijn er denk ik maar weinig katten die heel erg tof zijn als huisdier. Natuurlijk, oh ja, Shinx. Shinx is een soort van kat. Die vind ik wel tof om als huisdier te hebben. Alleen die kan heel je huis dus... Ja, die kan je gewoon elektrocuteren als je hem lekker zit te aaien zo. En dan opeens heeft hij het niet meer naar zijn zin. En dan lijkt je een beetje op Ash die geëlektrocuteerd wordt door zijn Pikachu. Dat wil je ook niet hebben. Dan hebben we Espeon natuurlijk. Sowieso lijkt een Eevee me wel tof om als huisdier te hebben. En ja, dan zie je maar waarin die evolueert. Hoppakee, deze Diglett is ook weer neer. Maar als dan je Eevee evolueert in een Flareon, is dat ook niet heel erg praktisch. En als we het dan over een Flareon hebben, pakken we hier natuurlijk een Firestone op. Dan heb je natuurlijk nog Skitty en Delcatty. Die zijn wel schattig. Die zijn wel leuk om te hebben als huisdier. Alleen qua battelen heb je daar weer niet zo heel veel aan. Maar goed, de vraag is ook of je met je huisdier wil battelen. Misschien moet je dat ook gewoon niet willen. Natuurlijk kunnen we ook Litten in ons team doen. Alleen ik zie mezelf dan weer niet rondlopen met een Incineroar de hele tijd in mijn huis. Dat lijkt me niet zo'n succes. Litten is leuk, maar dan moet je hem gewoon een Everstone geven, zodat hij dus nooit evolueert. Dat zou kunnen. Terwijl we net even een verhaal hebben doorgeskipt hoor. Want ik ben even helemaal klaar met al die verhalen. En dat gepraat met elke persoontje die hier in deze grot en in dit spel zit. Het zou ook best wel handig zijn om gewoon een Gengar als huisdier te hebben. Dan, die kan in ieder geval inbrekers afschrikken. Als er dan wordt ingebroken in je huis en je komt een Gengar tegen, dan weet je echt niet wat je meemaakt volgens mij. Dus dat zou ook best wel cool zijn. En ook deze level 22 Diglett hebben we makkelijk kunnen verslaan. En dan zijn we al bijna level 17, terwijl Snorro level 22 wordt. En ik hoop dat we al bijna bij het einde van deze grot zijn eigenlijk. Wel gezellig muziekje als je zo op de rug van Tauros zit. Laten we even met deze worker gaan battelen. Work through brute force doesn't go well. Voor de rest is het ook wel handig om een Chansey in je huis te hebben, denk ik. Ik bedoel, Chansey is een hele verzorgende Pokémon. Dus ja, dat lijkt me ook nog wel een goede optie. Ik ga nu wel even wisselen van Pokémon, want ik zie mijn Jupiter niet zo heel snel winnen van deze matchup. Dus ik gooi even Trumpeak eruit. Trumpeak of Potford Picky. Oké, we krijgen een tikkie. Als het goed is, als wij plak doen, is dat super effective. Op matchup, huppakee, critical hit en matchup is down, 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 down. Ruimtespin level 17. Oké, ik ben benieuwd hoe goed hij wordt als we hem gaan evalueren. Ik vind hem, tot nu toe, hij valt nog niet echt heel erg tegen hoor. Dat hij deze Pokémon, deze hogere level Diglett allemaal kan verslaan. Dat bevalt me eigenlijk prima. Dus dat is positief. Hij verrast me tot nu toe op een positieve manier. En nu komen we Team Skull tegen, zo te zien. Ah, no way, just when things were starting to heat up, yo. I got surrounded by Diglett and beat up, yo.
Yo, since when can Diglett use beat up? I'm so mad that now I want to beat up on some fools. Nou, kom maar op. Kom maar op, Team Skull. Oh, gaan wij ook teamen? Gaan wij ook teamen, Hou? Dat is nice. Yeah, kom maar op, joh. We gaan je beaten. Denk je nou echt dat als je van Diglett verliest, dat je dan van ons gaat winnen? Kom op, jongen. Kom op. Dat gaat hem echt niet worden, hoor. Ja, jullie animatie vind ik nog steeds wel heel erg tof eruit zien. Dus dat kudos voor jullie animatie. Maar ik ga jullie wel even verslaan, hoor, Team Skull. Een Fomantis. Oh, en een Celesel. Oké, de Celesel. Oh, dat kan wel een probleem worden. Als die ons raakt met een vuuraanval. Kijk, dat is dan weer een nadeel, hè. Van, zullen wij nou makkelijk Fire-type Pokémon kunnen verslaan? Met Araquanid / Dewpider. Want, ja, kijk, als je tegen een vuurtype vecht, dan zijn we nog altijd een Bug-type, hè. En dan hebben we alsnog een probleem, dus ja. Oh, en een Razorleaf natuurlijk. Ah, die doet ook pijn. Oh, die doet geen pijn, omdat we natuurlijk een Bug-type zijn. Dus we doen het wel beter tegen Gras-Pokémon. Dat is dan weer wel nice. Terwijl deze Salen dit gewoon in één keer, bam, hebben gebied. En ik dus samen met Pikachu hier aan het vechten ben. En weet dat mijn Bug Bite Attack wel die kunnen we goed gebruiken tegen Grass types natuurlijk. Nice, nice. Mijn Bug aanvallen zijn natuurlijk super effectief tegen Gras types. Dat is wel nice. Kijk, nog steeds niet helemaal down. Maar goed, we gaan al hard. Even kijken wat Infestation doet, want die aanval die ken ik niet zo goed. Pikachu doet een quick attack op Fomantis. En Fomantis doet weer een Razor Leaf op ons hoofd. Die overleven we gelukkig. En dan doen we Infestation. En die maakt hem in ieder geval af. Nice, nice, bye bye Team Skull. Later, ruimtespin. Bam, level 18 al. En dan hebben we natuurlijk gewonnen tegen deze Team Skull Grunts. Ah, lekker voor je. Doei, later gaan we weer rennen. Doei, yes. We willen de wereld niet overnemen, maar we zijn nog steeds hard as bones, zegt hij. Nou, man, Rickachu, when I fight with... It's like even my Pokémon feel more at ease. Hou heeft veel respect voor ons. Hij vindt ons een goede trainer. En we krijgen een cadeautje. En dat is een Max Aether. En Hou heeft gelijk ons Pokémon geheeld. Dus daar ben ik jou weer heel erg dankbaar voor, Hou. En dan zijn we nu op route nummertje 9. Wat is dit voor huis? Dit is een police station. Nou, laat maar zitten. Ik ga niet langs de politie. Oh, we moeten vechten tegen de politie. Oké. We zijn gechallenged door Officer Hurricky. En die zendt een Growlithe eruit. Ah, Growlithe. Nee, Growlithe kan dus denk ik wel een probleem gaan worden. Dit is een hele rare battle nu eigenlijk, vind ik. Dat je doordat hij een watertype is, dus denkt dat je goede kans maakt tegen een vuurtype. Helemaal als hij takedown doet en nog een mist ook. Dat is natuurlijk super nice. Ik denk hij doet gewoon een Ember en dan heb ik alsnog een probleem. Kijk, Fire Fang, dat is gewoon super effective. Nee. Dat is niet super effectief. Dat is wel nice. Dus vuuraanvallen zijn niet super effectief tegen deze Pokémon. Oh! Kijk. Volgens mij is Dewpider best nog wel eens een baasje, jongens. Dit is wel heel erg nice. Dit had ik niet verwacht. Maar dit vind ik echt super tof. Terwijl Slijmbil naar level 25 groeit en wij dus deze Officer Haruki hebben verslagen. Gaan we verder en hoop ik dat we niet nog een keer moeten battelen. The dead can sleep in peace here. Here in the shadow of Tapu Lele's sacred ruins, the ruins of life. Daar moeten we denk ik later een keer naartoe. Want we kunnen nu toch denk ik de Tapu Koko, Tapu Pokémon nog niet vangen. We moeten hier naartoe en dan gaan we richting Olivia om haar eens keihard te gaan battelen. Leuke stad, dit ziet er best wel gezellig uit. Ziet er leuk uit. Nice, een Delibird leidt de weg voor ons. En een Delibird ziet een Nosepass. Wat gaan jullie met elkaar doen? Delibird en Nosepass? Gewoon niks? Nee? Oké. Was gewoon een tussendoor filmpje. Wij moeten hier naar boven en dan moeten we blijkbaar hier naar links. Hier naar links moeten we. Ik was even aan het zoeken waar we precies naartoe moesten. Oké. Hallo Nosepass. Hoe gaat het met jou? Ik vind het super irritant om tegen jou te battelen altijd. He's holding a letter en we gaan even de letter lezen. Rickachu, Olivia hier. This is pro... Oh, sorry. Sorry, het was geen Nosepass natuurlijk. Het was een Probobass. It watches the shop whenever I'm away. I know I ask you to meet me here, but there have been change of plans. Come meet me at the ruins of Life Pass Memorial Hill when you can. Oké. Wat gaat Probobass doen? Gaat hij nog iets halen voor ons of zo? Hallo, Paas. Is dat voor mij? Oh, we krijgen een Max Potion, dat is lief. Dankjewel Olivia voor je Max Potion. Dat is altijd leuk om gratis goodies te krijgen natuurlijk. Ga je nou... Oh, ik dacht even dat hij nog wat ging halen. Hallo, wie ben jij?
Welcome to Olivia's Jewelry Shop. Oh, hier kunnen we dus juwelen gaan... Oh, Firestones, Waterstones en Leafstones. Dat is wel nice. Goed dat we dat weten. Dat moeten we echt even onthouden. Dat we hier de stones kunnen kopen. Want die kom je eigenlijk altijd wel tekort in je Pokémon games. Dus dat moeten we wel even onthouden. Ik ga deze aflevering voor hier in deze leuke stad afsluiten. De volgende keer gaan we Olivia battelen. Ik ben best wel verrast door Jewpider. Het lijkt me best wel een goede Pokémon doen. Blauw duimpje omhoog voor Jewpider. Abonneer op mijn kanaal als je meer van dit soort video's wil zien. En dan zie ik jullie later. Mazzel!